Hallo, ik ga je wat vertellen over de hallux valgus, de anatomie van de scheve teen. De teen bestaat uit het middenvoetsbeentje, het eerste kootje en het tweede kootje. En bij een hallux valgus, dus bij een scheve teen, is eigenlijk alleen maar dit gewricht is belangrijk. Dus het gewricht tussen het middenvoetsbeentje en het eerste kootje. Het hoort in een mooie rechte lijn te staan. En bij een hallux valgus, dus bij de ontwikkeling van een scheve grote teen, zie je dat de teen steeds schever komt te staan. Hier staat het mooi recht. Dit is een beginnende hallux valgus. Dit is de volgende fase, weer een volgende fase. En dit is de laatste fase, waarvan ik niet hoop dat jij die hebt, want dat is wel heel zorgelijk. Deze stand van het gewricht is ook van invloed op de spieren. Hier is de normale stand en dan zie je dat dit is een spier en dit is een spier en dit is een spier. En hier zitten nog twee spieren hierachter. En als die hallux valgus verder gaat ontwikkelen, zie je dat die teen gaat scheef staan, maar die spieren gaan ook op een andere manier werken. Je ziet dat die spier nu niet meer die teen recht trekt, maar hij gaat hem steeds verder die andere kant op trekken. En dat is dan ook de reden dat je die spieren moet gaan oefenen om dit te voorkomen. Dus dat hij deze spier bijvoorbeeld steeds meer die kant op gaat trekken. Of deze spieren trekken dit botstuk ook meer die kant op. En dan wordt het steeds erger. Belangrijk is dus dat en de bewegelijkheid van dit gewricht goed wordt of weer terugkomt door te oefenen. En dat je die spieren sterk maakt, waardoor ze weer de andere kant op gaan trekken. Dan heb je nog de knobbel of een bunion. Tussen het gewricht en de huid zit eigenlijk maar een heel dun laagje. En daartussen zit een slijmbeurs. Als die stand anders wordt, raakt die slijmbeurs geïrriteerd. En die gaat steeds meer ruimte vragen. En doordat die steeds meer ruimte vraagt, gaat het knellen in je schoen en dat wordt rood en pijnlijk. En dat is heel vervelend als je dat hebt. Schoenen passen niet meer en je loopt eigenlijk steeds met pijn. Je bent blij dat je 's avonds je schoenen uit kan trekken.